Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Ik ga onderweg naar de babykamer, want daar is Enzo. En die is even een luiertje aan het verschonen. En dat was een flinke luier. Poep warning. Ja, dat was een flinke volle luier. Gooi meteen even weg, hoef jullie niet te lang naar te kijken. Ja, super. Ik ben nu even een nieuw rompje aan het aandoen, want dat andere rompje die wit was, zat ook onder de kak. Maar hallo, leuk dat jullie kijken. Lekker man. Ja, nou, we gaan even je rompje even klaarmaken. En ik heb een heel mooi outfitje, denk ik. Is dat zo? Ja, denk ik wel. Ik ga nog niet kijken. Ik zie het straks wel. Ja, ik kom straks met mijn eten. Ja, oké. En ik heb in de tussentijd 2 koffietjes gezet en een smoothie gemaakt. Die smoothie bevat framboos, mango, aardbei, 2 scoops aardbei proteïne shake. Maar omdat Enzo en ik het delen, hebben we dus allebei 1 scoop. En wat zit er nog meer in? Sinaasappelsap. Juist. En hier 2 heerlijke koffies. En dan moeten we er vandoor, want we gaan namelijk voor Riven naar het consultatiebureau. En ik ben heel erg benieuwd, en dan gaan ze hem weer wegen. En ja, dat is toch altijd wel even leuk om te weten hoeveel die weer gegroeid is. Ja hoor, daar komen we dan. Daar komt het outfitje die papa heeft uitgekozen. Oh mijn god. Lekker warm man. Kijk eens even hoe mooi die erbij zit. Ja, cutie hoor. Schattig, hè? Ja, heel lief. Zo, zijn huid ziet er echt goed uit vandaag. Riven. Ja, met de N. Kijk dan. Mooi blauw broekje, witte sokjes. Hier blauw, kom weer terug in dit blauw. Zo, super. En in zijn ogen. Precies. Snap je? Ja, kleine man. Nou, gaan we naar het consultatiebureau. Ja, laten we doen. Let's go. Ik ben het met mama eens. Ik zit nog eens te kijken naar Riff en zo met het truitje. Het truitje is toch een beetje net even een vies kleurtje of zo. Het past net niet helemaal. Het is geen truitje voor Riff. Ik weet niet. Misschien is hij ook net even iets te meisjesachtig of zo, dit truitje. Ja, sorry dat ik het zeg, Riff. Ook hadden dus... we wel roze aangedaan. Dus hij kan het wel hebben, meisjeskleding. Ja, we hebben jou wel roze aangedaan. Maar dat staat jou goed, jongen, roze. Dat is echt niet normaal. Maar goed, we gaan toch even iets anders aandoen. Namelijk even een stoer truitje. Dit is wel echt het schattigst. Als hij gewoon dit alleen aan heeft. Zo'n rompetje met korte mouwen. Samen met Nijntje. Kijk, nu zie je pas hoe groot dat Nijntje is. Nou, doe mama bij jou truitje aan. Ja, dan gaan we naar het consultatiebureau. Ik ben heel erg benieuwd. Zo, er zitten weer veel vogels bij dat vogelhuisje. Dat is echt niet normaal. Oké, die zitten nu allemaal op die balletjes. Die linker 2 balletjes zitten ze nu. Er vloog net eentje weg. Maar goed, ik weet niet zo goed wat ze gaan doen met het consultatiebureau. Misschien eventjes meten. Misschien eventjes wegen. En voor de rest, ik zou het niet weten. Nou, kijk eens even wat een stoer mannetje het nu is. Kijk eens even wat een stoer mannetje het is. Capuchon even op. Dat is wel heel stoer hoor. Zo, dit is stoer, hè? Kijk nou. Hoi. Hey schatje. Hallo. Ik moet gewoon een foto van jou maken even. Is te mooi. Zo schattig. Ja, dat is een goede keuze, schat. Je hebt gelijk. Nou, laten we snel gaan. Ja, we gaan. Koffietje mee, die drinken we later wel. Dames en heren, let eventjes op dit teamwork, hè. Ik sleep deze eruit. Dit is ook zo makkelijk. Dat is echt niet normaal. Kijk, met 1 hand, bro. Met 1 hand. Say what? Doe ik deze weer dicht. Rol ik hem hier naar Mywin toe. En dan klik ze hem erin. Het ding zit alleen... Nou, dat is toch niet normaal. Alleen even de juiste klik vinden. Ja, dat ook zo. Oh ja, klopt ja. Ik heb mijn handen ook vol. De klik? Hij heeft zijn handen weer in elkaar. Ja, dat is hem. Hé, hey, kleine man, dat is hem. Ja! Ja, het consultatiebureau zit hier echt midden in een woonwijk. We moeten dus blijkbaar hier ergens tussendoor huizen en een flatgebouw. En dan komen we er. Dus was het een beetje moeilijk te vinden. Nu we het eenmaal weten, we gaan het helemaal goed komen. Wow, moet je kijken hoe ideaal dit is. Kijk hoe ver deze kan. Kijk dan. Hij kan echt vet ver naar voren. Hoe nice. Hij zit helemaal in een soort van schild van een schildpad. Oh ja. Oh, hallo. Hallo. Hey. Maar we gaan even kijken naar deze lange lucht, denk je? Deze kan lukken. Kijk eens naar hoe gaan we eens even kijken. Hoe groot je bent. Laat eens kijken. Kom maar. Ja, mag je je ene been even indoen. Kom eens. Hallo. Kom eens even. Ja, kom. Zo schattig dit. Ja, je houdt je been stijf. Kijk. We gaan even zo doen. 56. Hij duwt meteen weer weg. Nou, dat is precies de kledingmaat op dit moment. Even ietsjes naar beneden. Gaan we even je hoofdje kijken. Ja, dat is niet helemaal. Je bent heel sterk. Dat voel ik. Ach,
het zo. Ja, dat nekkie. Ja. Mag je hem optillen zonder de doek? Dan legt hij op de weegschaal. Ja. Kom mee, jongen. Mag je op de weegschaal en dan mag je ze luier afdoen. Oké, dan gaan we, jongen. 3, 2, 1. Hoppakee. 5 kilo en 10 gram. Mag je een luier bij hem omdoen? Hallo. Ik ben er. Die stem herken ik niet. Ja, hij heeft een kleine adertjes, hè? Ja, vanaf de geboorte al. Ja, altijd, vanaf de bevalling. Hé! Ja. Hey. Hallo, aangenaam. Hij reageert er goed, hè? Ja. Want nu kijk je gewoon naar de houding en naar... Nou, hij moet fixeren. Dus zijn ogen? Hij moet ogencontact. Ah, oké. En even aankijken. Oké. Okay. En reageren. Ja, even kort. Ja, het is alles nieuw, hè? Maar we gaan even doktertje spelen. Goed zo. Goed. Leuk. Dat heb je goed gedaan, jongen. Zo, dames en heren, dat was de eerste check van deze kleine man. En wow, joh, ik vind echt dat hij het goed heeft gedaan. Ja, echt voorbeeldig gewoon. Ja, want hij was met alleen zijn luier. Ik dacht, hij heeft het helemaal koud en zo. Ja. Maar hij was gewoon super relaxed. Heel af en toe even geluid. Maar voor de rest was hij echt, echt heel erg relaxed. Ja. Dus, maar ook wat een lieve vrouw is dat, hè. Ja, echt lief. Wat? Wel echt zo schattig. Zij komt sowieso uit Spanje. Ja, denk ja, ik. Ja, dat denk ik wel. Ik kon er niet echt laten. Ja, ik dacht echt uit Spanje. Maar zo'n lieve vrouw. Oh, gaan we lekker spelen, Rippen. Doktertje spelen. Gaan we een doktertje spelen. Ja, dat was zo lief. Hè? Zo, en dit ding is ook zo chill. Hier, wil je die andere eens klikken en dat we hem naar achter doen? Even kijken en dan deze zo naar achter. Zo. Kijk, en stel voor de zon schijnt. Hij heeft nu een beetje de capuchon voor zich. Maar dan kan je deze dus helemaal zo doen. Check dan. Ja. Gewoon een kokonnetje. Kijk hoe vet dit eruit ziet. Echt schattig. Nou, we gaan hem weer in de auto doen. En dat is gewoon letterlijk... hier, hou jij deze maar vast. Kijk, ja, nu heeft hij een speentje vast. Oh ja. Oh ja, zo. Doei, Riffen. Doei. Later. Ik wou dit net tegen jou zeggen, van we moeten hem wel even meenemen. Want ik zie Ton, de groenteman, zie ik al staan. En die had de vorige keer gezegd, ja, je komt wel een keertje met de kleine heen, toch? Maar dat duurt nog even, hè? Ja, dat duurt nog even. Volgende nee, week. Week later en we zijn er. We nemen hem mee naar binnen. Ja, want we gaan sowieso nu eventjes naar de groenteboer. En dan mag Riffen ook iets uitkiezen. Hij krijgt altijd iets, toch, bij de groenteman? Meestal wel. 3 weken, bro. Ja. Die kan nog niks eten. Morgen 4. Wow. Hij is morgen een maand. Echt? Ja. Hè, wow, dat gaat snel? Ja. Oh, dat gaat echt snel. Ja. Dat is niet normaal. Bizar. Nou, gaan we even gedag zeggen. Het is vandaag wel zo'n dagje dat je denkt van, het kan weer keihard gaan regenen. Of het wordt echt weer knijtsmooi weer. Het is echt 50-50. Wow, zo mooi om dit zo te zien, hè. Echt leuk om zo mee te nemen. Wel zwaar al, eigenlijk. Ja, klopt. Ja, 5 kilo. Farmer walks zijn dit. Echt, hè. Nee, wat is dit? Wat is dit? Mooie hert, hè. Prachtig, hè. Zo klein, hè. Heerlijk! Leuk, voor nou gefeliciteerd. Dit vindt hij zo lekker, hè. Kijk dan, dit vindt hij zo lekker. De hele tijd zo wiegen. En nu valt hij in slaap. Hij valt nu in slaap. Oh, zo schattig. Echt fijn. Even lekker bij de groente, man, hè. Ja, top. Bedankt voor je dag. Super, dankjewel, hè. Hoi, hoi. Zo, gaan we weer. Hij is in slaap gevallen, joh. Ja, ik heb hem in slaap gewiegd. Ga even bij die aardbei staan. Maak even een foto. Gaan we nu eventjes cadeautje halen? Ja, we hebben gehoord dat de visite die over een uurtje zou komen, dat die wat later komt. Dat appte ze of dat geen probleem was. Nou, dat is geen probleem. Dus dan hebben we ietsjes meer tijd en dan kunnen we iets rustiger aandoen om nog even iets anders te halen. Dus dikke prima. Kijk eens even hoe leuk dit is, dames en heren. Daar gaan we dan. Wauw, tuincentrum. Zo, deze plant hebben wij dus ook thuis, hè. Maar kan dat zo groot worden? Ja. Serieus? Ziek, hè? Moeten we hem wel ompoten. Zo, deze is echt knijters groot, ja. Hè? Niet normaal. Dat is lekker, hoor niet? Die zit wel heel lekker, ja. Die zit wel lekker, hè? Ja. Moet ik zelfs helpen om eruit te komen, of niet? Ja. Nee? Oké dan. Ja, dat zijn lekkere stoelen dit. Zo, schatje. Eet smakelijk. Ja. En wat krijgen we hierbij trouwens? We hebben een koffie besteld. Bro, wat is dit? Ja, lekker. Eén klein happie. Van wat? Een soort lemon cake. Lemon cake? Oh, dat is wel lijst, ja.
Nou, geniet ervan. We hebben in ieder geval een lekker koffietje. En we hebben hier, we dachten dat we een tosti hadden besteld, maar het is gewoon pita met kaas. Maar goed, is wel lekker. Broodje kaas. Een broodje kaas, dus geniet ervan. En deze kleine man die zit er lekker bij. Wee. Zo schattig dat doekje waar die speen aan zit nu. Echt lief. Gelukkig, dames en heren. Zo. Nou, dit heeft Riffen dus ook al, hè. En Marvin die zei, alle baby's niezen zoveel. Nee, alleen onze baby. Ik nies altijd zoveel, namelijk als ik bijvoorbeeld in één keer naar vet scherp licht kijk. Naar in één keer de Sean van buiten. Ah, oh, die kleine man, die heeft zo zijn best gedaan. Uitrekken! 3,5 uur geleden dat hij melk heeft gehad. Nou, we zijn weer zo trots op jou, jongen. Maar nu wil hij wel heel graag. Kom maar, ik doe de deur open. Even die zon. Zo, deur dicht. Nou, we hebben eventjes cadeautjes gehaald voor wat mensen. Waar we ook nog later misschien even langs gaan vandaag en anders morgen. En Marvin die gaat nu eventjes snel voeding geven. Precies als het goed is, red je dat voordat de visite komt. Ik hoop het. Het zou fijn zijn. Ja, dus dat is echt perfect. Ja. Het is niet altijd ideaal om voeding te geven als mensen zijn. Nee, vooral als ze dan binnenkomen. Als ze er al een tijdje zijn, dan vind ik niet zo erg. Maar als ze dan binnenkomen en dan willen ze natuurlijk meteen even kijken. Ja, snap ik. Dan zit je net zo van, ja, dat is niet heel chill. Snap ik. Dus Speedy Gonzales. We kunnen als eerste nog wel eventjes een cadeautje halen uit de berendoos. Welke gaan we vandaag doen? Ik denk deze. Laten we even kijken wat erin zit. Wat hebben we hier? Oh, dit is lief. Dit is zo lief. Een nijntje pakje. Oh. En zoals jullie hoorden, de deurbel ging. En dat betekent... Er is er een jarig. Hoera, hoera. Dat kan je wel zien. Dat is Isa. Hallo. Als eerste gefeliciteerd. Met je verjaardag. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel, hoor. Ja, gefeliciteerd met je vriendin. Hallo. Kom verder, hoor. Hallo. Jij ook. Met Isa. Ga je lachen? Daar is de kleine man. Dat is gek, hè? Ja, dat is heel gek. We hebben een cadeautje gekregen. Voor Riffen. Maar ik mag hem openmaken. We hebben hier iets wat we nog niet hebben. Raad eens hoeveel ik van je hou. Deze heb ik wel een paar keer voorbij zien komen. Die is heel schattig. Ik ken deze niet. Het is echt het allerliefste kinderboekje wat we bestellen. Ja. En hij is ook nog heel leuk. Want hij beweegt helemaal. Allemaal bewegende dingetjes in. Je kan zelf ook dingen trekken en zo. Ja, grote haas trekt ook zijn armen. Oei, dat is genial. Die kan je ook trekken. Oh, dat is zo lief. Wow, dat is echt heel erg leuk. En sowieso die boekjes. We hadden ook zo'n ander boekje met iets van de auto's en zo. Kon je ook helemaal bewegen met je vinger. Dat is echt leuk, hoor. Dat is echt geniaal, hoor. Waarschijnlijk trekt hij het allemaal kapot als hij straks... Ja, echt, hè. Allemaal kapot getrokken. 1, 2. Maar echt lief. Ik hou van jou tot zo hoog boven mijn hoofd. Oh. Ja, dat is echt leuk. Ik hou van jou tot zo hoog boven mijn hoofd. Gossie wat hoog, denkt de hazeltje. Had ik maar zulke lange armen. Hij staat zo. Je moet hem even omhoog halen. Oh, hij moet omhoog. Wow, dat is echt geniaal. Ja, heel lief. Wow, dat vind ik echt leuk. Ja, dan heb ik echt zin om al met hem zo'n beetje te lezen en zo. En zo gaat waarschijnlijk al die tekst aanpassen. Doen alsof er iets anders staat, weet ik nu al. Jeet. Ja, leuk. Superleuk. Lief, dankjewel. Echt heel lief, dank jullie wel. Oh, de kleine man even bij Quinny Boy. Gelijk huilen. Nee, joh. Dat is wel altijd zo. Als je op kraamvisite gaat en je houdt dan de kleine vast, begint te huilen, dan denk je wel, shit man. Waarom bij mij? Ja, ja. Waarom bij mij? En ligt het dan een beetje aan van wie de baby is, maar anders is het ook een beetje van, shit, wat nou ja. Het is ook niet dat ik elke dag een baby vasthoud. Ja, schattig joh. Kijk hem nou eens even genieten. Dit is wel mooi om te zien hoor. Kijk, dit kunnen we straks gaan oefenen. Wat is dat? Laten zien. Dit is de eerste kleur die ze
Oh ja, dit heb jij besteld, hè? Waarschijnlijk kan hij dit dus al een beetje herkennen, maar dit vind ik heel fijn. Dit is echt het beste voor mijn merk ooit, voor knolpauwen rood. De eerste kleur die een baby kan zien, rood. Is rood. Dus dat is echt nice. Dus Myron heeft nu een boekje besteld. En met dit boekje kan je dus soort van oefenen voor de baby om zeg maar dingen te herkennen of zo. Of wat is het verhaal erachter precies? Zo van die contrastplaatjes zoals dit met zwart-wit en dus rood. Dat kunnen ze dus rond 4 weken kunnen ze dit dus al zien. En het is belangrijk dat ze dat in Engels kunnen lezen? Of? Klopt. Ja. 11 jaar geleden wist je al dat baby, zeg maar, als jij dan ooit een kind zou krijgen, dat hij dan rood als eerst zou herkennen. Snap je? Ja. Dus gewoon een voorbedachte raden. Goed kunnen kijken. Ja. Hij heeft zijn mondje ook weer open. Zo fijn, hè? Ja, maar het kan dus echt zo zijn dat als we hem op zijn buik leggen en dat je dit zo voorzet, dat hij het heel interessant vindt. Dat hij echt zo aan het kijken gaat. Maar joh, laat die eerste pagina's zien. Dat is gewoon alleen dit. Ja. One face, round and red. Maar waarom staat dit er dan? Wat is daar de boodschap van? Ja, het is gewoon voor als hij wat ouder is, dat het nog steeds een leuk boekje is, denk ik. Oké, okay. En dan de tweede. Two faces, red head and one head. Het gaat nu gewoon... Wat? Ja bro, mijn Engels is toch niet zuiver. Three faces floating by. What? Red apples warm up high. Ik vind het wel een letterlijk boekje. Jij vindt het wel een beetje een vaag boekje. Hadden ze hem niet in Nederlands gehad? Baby sees first colors, black, white en red. Ja. Ja, het is wel heel erg leuk. Oh, dit zijn plaatjes. Dit zijn ook dingen die ze nu... Ja, het is ook zo ongelooflijk. Oh, deze. Nice. Kijk, deze. Ja, maar dit is zinloos geweld. We gaan het vandaag ook kijken of het daar... We gaan het vandaag oefenen. Ja, oké, Riven is 4 weken. We gaan hem nu drillen. Hij wordt intelligent. Let maar, hij wordt slimmer dan papa en mama. Nou, hij is wel leuk, zo'n boekje. Dat vind ik wel schattig. Kijk, hier staat ook dat je de kaarten langzaam voor zijn ogen moet houden... en van boven naar beneden en van links naar rechts moet bewegen. Oké. Okay. Ja, dit vinden ze dus blijkbaar echt... En als hij slaapt of wakker is? Nu heeft niet zoveel nut. Hoeveel is er even wakker op een dag? Niet zo lang. 5 uur, denk ik. Nou, langer, denk nu is het langer wel. Ja. Dat was best lang, hè? Hij is vanochtend heel lang wakker geweest. Ja. Maar dit vind ik echt de fijnste houding ook met Riven. Ik vind ook dat zo fijn. Dat is zo lekker chilled op je borst. Ja, ga maar lekker poepen bij Quinn. Doe maar. Hele dikke poep. Ja, zo lief, joh. Dat is helemaal niet zo erg. Dat is fijn, hè? Dat is gewoon een lekker kruikje ook. Hij heeft ook zoveel haar, joh. Dat is niet normaal. Yes. Ik heb serieus een kammetje, hè? En dan doe ik elke keer zijn haar als ik zijn luifers schoon. Dan zit ik zo te kammen. Ja, vindt hij lekker, hoor. Ja. Kan je dat niet ook bij mij doen? Niet mijn luifers schoon, dan dat hoor, vind ik. Kleine man. Oh. Hey, kleine man. Ga je lachen? Ga je lachen, kleine man? Oh, kijk dat handje op mijn handje nu, hè. Zo schattig. Heel erg leuk dat Quinn en Isa eventjes langskwamen. Isa is zelfs op haar verjaardag vandaag. Dus we hadden even een waardebon gehaald bij de tuinwinkel. Zodat ze voor hun beiden in de tuin van de nieuwe woning uiteindelijk, als die af is, even wat leuks kunnen kopen. En we hadden een kaartje gekocht. En daar hadden we gefeliciteerd op geschreven. En dat is een kaartje. Die kan je gewoon begraven in je tuin. En daar komen dus uiteindelijk bloemetjes uit. Dus dat is gewoon een soort van biologische kaart met zaadjes erin. Best wel bijzonder. Dus die hadden we gegeven aan Isa, superleuk. En deze kleine man die slaapt gewoon als een voorbeeldige baby. Dat is echt niet normaal. Alleen maar rustig, alleen maar chillen. En Mario die heeft nieuwe schoenen. Die zien er heel mooi uit. Die vind ik echt heel nice. Speciale. Speciale heb jij nu ook aan, hè? De Adidas Speciale. Ja, deze schoenen... Die zitten zo ongelooflijk lekker. Vroeger waren dit echt volgens mij van die zaalvoetbalschoenen. Handbalschoenen. Ja, maar nu is dat echt super populair. Ja, handbal speciaal. Ja, snap je dat? Handbal speciaal en gewoon zoveel mensen... Dragen ze nu? Ja, ik denk dat 95% van wie het draagt, misschien meer zit geen eens op handbal. Ik heb wel op handbal gezeten, dus het is legit. Dus jij mag ze dragen. Ja, maar deze zijn wel echt heel erg mooi. Heb je ze al aan gehad? Ja. Deze net aan. Ze zitten heel lekker. Oh, nice. Wij gaan even lekker lunchen. En dan gaat papa vandaag voor het eerst weer sporten. Gaat papa voor het eerst weer sporten. Daar heb ik wel heel veel zin in, moet ik zeggen. Dus ik word over 3 kwartier opgehaald. En dan gaan we even bewegen. Hallo. Eeuw. Je hebt een groeimaatje ook niet gezien, hè? Hallo. Oh, wat een schatje. Oh, dat vind ik zo schattig. Lief, hè?
Papa en mama, ja, dit zo leuk. Als je even je handen was, dan kan je hem nog snel vasthouden voordat we weggaan. Ja, want Mees die komen ophalen voor een potje padel. Ik heb ook net broodjes gekregen, maar die neem ik dan even mee in de auto. Anders dan komen we te laat en dan moeten we niet hebben voor de eerste keer weer sporten. Dus ik ga alvast mijn padeltas pakken. En dan, ja, gaat Mees even die kleine vasthouden. Je padeltas staat al klaar, denk ik toch? Die had je al klaar altijd. Ja, die heb ik eigenlijk altijd klaar liggen, dat is waar. Je rug en gaan. Ja, dat is op zich waar. Je hebt ook al een outfitje aan die aan. Ja, ik hou dit gewoon aan. Ik heb mijn sportoutfit al aan. Ja, dus eigenlijk hoef je helemaal niet weg. Sorry, lekker bruin. Ik kom op vakantie. Ja, je was in het buitenland geweest, hè? Ja, lekker man. Ja. Maar met een foto. Oh, dat vind ik zo schattig. Echt schattig, man. Oh, wat een schatje is dit, hè? Is lief, hè? Lekker die handjes over elkaar zo. Ik vind het zo schattig. 5 kilo. Dat is zwaar al, hè? Buffertje. Ja. Nou, dan gaan we dames en heren. Let's go. Ik heb mijn broodje mee, ik heb mijn drinken mee. En Mees die komt mij ophalen, dus dat is perfect. Dus gaan we weer een keertje even sportief doen. Wat een lieve Enzo. Ja, mooi hè? Ik heb weer... Het is echt niet normaal. Ja, het is echt bizar hè? Het is zo ziek. Ja joh, om in één keer die kleine dan op de wereld zo te hebben. Zo'n en dan, mooie baby jongen, het is echt... Ja, dankjewel. Ongelooflijk. Ja, had je niet verwacht hè? Myron, hè? Myron? Ja. Ja, alleen maar door Myron. Oké, we gaan naar Doorn toe. Gaan we even lekker sportsessie neerzetten. Let's go. Jij hebt dan weer tanktop... Ja, ik kom van de sportschool vandaan. Tanktop season. Nee, dan moet ik weer even een paar keer weer voor sporten. Maar dat komt goed. Ik zeg net tegen Mees dat laten we hopen dat Noël het niet vergeten is. En Mees die zei, ja, laten we hopen dat John zich niet verslapen heeft. Wie had dat gedacht? Dat wij ooit zouden zeggen, we hopen dat die op tijd komen of dat die er zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan het meemaken. Wij zijn er in ieder geval om 3 uur. Bro, ik ben nog nooit zo ready geweest voor een potje padel. Ik ben echt super, super hype. Oh ja, er zit nog wel een beetje een verhaal aan vast. Want jullie hebben vast wel gemerkt dat ik de afgelopen tijd altijd dingetjes om mijn pols had. Een tapeje, dan weer een bandje, dan weer een brace. En nu is het zo dat ik geopereerd ga worden aan mijn pols. Daarvoor moet ik morgen naar de dokter. Ik moet namelijk een doorverwijzing krijgen. Eigenlijk ga ik nu gewoon sporten, of tenminste padellen, totdat ik geopereerd word. Want heel veel erger kan ik het toch niet maken. En dan daarna moet ik revalideren en dat kan wel even een flinke tijd duren. Maar dan snappen jullie in ieder geval waarom ik nu in één keer weer ga padellen na al die tijd het niet te hebben gedaan. Want we hadden gehoopt dat het zonder operaties zou genezen. Ja, dat doet het niet helemaal. En als ik het echt helemaal weer goed wil hebben, dan heb ik die operatie nodig. Dus daarom gaan we nu gewoon... Ik doe wel iets om, zo'n versteviging van mijn pols. En dan moet ik maar even kijken hoe het gaat. Als het niet gaat, dan kap ik ermee, maar ik denk dat het wel goed komt. Samen niet alleen. En doe het liever samen niet alleen. Wauw, deze man heeft een banger uitgebracht, hé. Dankjewel. We moeten zo even een TikTok maken samen, man. Ik wil je net vragen, want ik sta 12 in de chart. Ja? Ja, man. Gefeliciteerd, bro. Dankjewel, man. Echt keihard. En je kan het op alles betrekken, want padel... Doe dit liever samen, niet alleen. Ja, serieus. Marjan en ik, elke dag, boom. Blazen. Ik kan jullie vertellen, dames en heren. Dit is wel weer echt even pittig, maar... Het gaat goed, hè? Bro, kijk die chest van hem helemaal bezweet. Zo nat. Noël? Dat is voor mij. Je bent of een week niet buiten geweest, of je moet even bijkomen van het sporten, want je bent bleek, bro. Maar maakt niet uit. Maar gaat het goed, hè? Bro, het gaat supergoed. Niet normaal. Jij hebt ook lang niet gepadeld, hè? Ja, even lang als jou niet. Dat is dus anderhalf maand of zo, denk ik? Wij kunnen dat gewoon. Ja, ik zou zeggen, je verleert het niet. Dus we zijn meteen weer back on the grind van padel. En ik moet zeggen... We staan 6-5 achter, maar we spelen lekkere potjes. We spelen lekker, maar je weet wat ze zeggen, hè? Onderschat me niet. Je kent het wel. Oké, is goed. Nou, wij gaan weer een potje spelen. En niet met vlogcamera in mijn handen, dat lijkt me niet handig. Maar ik ga hem wel even neerzetten voor jullie, want dit wordt topfocus. Topfocus, want we staan 6-5 achter. En als het 6-6 wordt, doen we tiebreak. Dan is het wie de eerste 7 punten haalt. Dus, let's go. Rematch. John en ik zeiden al vanaf het begin 6-1, doen we 7-5 verloren. Het is niet handig om zo'n grote mond te hebben op het begin, dus run it back. We gaan opnieuw. Let's go.
kijk eens wie er is even komen kijken. Hey, die kleine man die komt supporten. En ik heb het nodig, want ik sta 4-2 achter. Ja, we hebben niet zo lang meer, maar als hierna niemand heeft gereserveerd, kunnen we eventjes een klein beetje door. Slim. Hij ligt daar lekker te chillen hoor. Als er een bal komt, dan pak je hem weg, hè? Er zit niet meer in dan dit hoor. Het is klaar, we zijn kapot. We hadden ook tot 4:30. Het is 4:05. Er is nog niemand verder, maar damn bro, insane. Lekker gespeeld, lekker gespeeld. Echt ziek man. Dat was echt een lijpe workout. Lekker gespeeld, schatje. Lekker support. Ja. Kleine man, lekker gesupport. Lekker gesupport, kleine man. Wat is dit? Hey. Wat voel je? Dat is regen hè? Oh, kleine man, hij denkt, wat is dit nou? Onder de douche vindt hij het niet erg. Nee, maar dit zijn koude, natte druppels. Ja, dat is gek, hè? Kan ik hem aan jou geven? Want ik moet even in de tuin kijken, zei Myron. Ja. Myron die heeft een geniale video. Moet je deze video checken. Nou, schat, ik weet niet of je het hoort. Je ziet het nog niet, maar let op. Ja, hoor. Ja, hoor, hij is gefixt. Zo nice. Ik zie in één keer Niels lopen. Ja, en er zit eventjes te cruisen hier zo. Wat nice, hé. Nou, dat is perfect, want die kleine man die moet nu ook even drinken. Dus dat is top. Laten wij dan, nu ik mijn schoenen nog aan heb, eventjes in de tuin kijken. Dat heeft namelijk alles te maken met die oh zo mooie, prachtige John Deere die we echt nodig hebben. Want check het gras. Dat is echt niet normaal. Het groeit zo hard. Wow, hij heeft hier al lopen maaien. Maaien? Hé, hey, mag ik vragen wat je aan het doen bent? Maaien. Zo, dit ziet er echt clean uit al. Hij heeft mooi rondjes gereden hier, zoals ik dat zo zie. Wow, heel erg nice. Ziet er echt mooi uit. Sommige plekken heb je dus een beetje geel. Maar dat is geen probleem. Dat is logisch, omdat het zo hoog was, kwam daar geen zonlicht. En ja, dit is natuurlijk wel een beetje zonde. Dus eigenlijk moet ik die John Deere weer eronder zetten. Want dan kan hier ook weer een beetje gras groeien. Want nu heb je hier gewoon een plek van dat de John Deere er altijd heeft gestaan. Maar hij doet het dus weer. Zit een nieuwe accu in. Ontzettend blij mee. Kijk, voilà. Daar hebben we het bakbeest. Daar een nieuwe accu. Ja, dikke 656cc V-twin. Bam! Zo, kunnen we weer lekker gaan maaien als het droog is. Het is maar goed dat hij net heeft gemaaid, want dat was ongeveer 1,5 uur geleden. Ja, en toen was het echt prachtig weer, de zon scheen. En ik zei al, hè, vandaag wordt het waarschijnlijk 50-50. Of zon of regen, kan ook zoals nu gewoon allebei op de dag. Nou, wat was dit leuk, dames en heren. Weer even om te padellen. Heerlijk thuiskomen en superleuke verrassing dat Myron en Riff nog even langskwamen om te kijken. Ik kon er nog net eventjes mooi 2 puntjes meegenieten, die ook nog eens 2 puntjes voor mij waren. Wat zei je? Hij heeft gewoon gemaaid. Ja, hij heeft gewoon gemaaid. Dat had ik niet verwacht. Dat had je niet gezegd. Nee, expres niet. Ja, hij heeft heel mooi rondjes gemaaid zo. Ik twijfelde wel nog een beetje, want ik dacht gewoon, zou ik zij tegen hem zeggen van hoef niet, ik denk dat Enzo het zelf wil doen. Nee, dit is top. Hij was al bezig en toen dacht ik, ja, als ik dan nu moet zeggen van waarschijnlijk wil Enzo het zelf doen, want ik dacht waarschijnlijk had jij het ook leuk gevonden voor content, even wat hoger gras. Nee, maar dit is perfect. Ik ben blij dat het nu allemaal weg is. Ja. Wij hebben dat gras gelaten gewoon in bos en tuin. Weet je niet? Serieus? Nou, ik zal even appen, want soms heb je zo'n soort composthoop en dan kan je alles neergooien. Maar we hebben daar allemaal bos en tuin omheen wat gewoon wild groeit en daar kan je het ook gewoon in gooien. Maar het mooiste is eigenlijk als je zo'n vak hebt waar je het altijd in kan gooien. Maar dat kunnen we dan de volgende keer wel eventjes maken. Maar goed, er is in ieder geval gemaaid, super nice. Ik ga even lekker douchen terwijl Myron voeding geeft. En als ik dan beneden ben, dan kan ik lekker met Riffen chillen en dan kan Myron koken. Perfecte timing, dus ik ga even lekker opfrissen. Oké, ik ga jullie wat laten zien. Dit is echt, echt sick. Dit is dus wat Myron bedoelde. Kijk dan, hij volgt het helemaal. Zie je hoe erg dit is volgt? In het midden en dan helemaal opzij. Hij volgt het hele ding. Ja, ik vind het leuk. Dat zijn kleuren die hij heel makkelijk kan zien, die afbeelding. Ja, kijk, hier, dan hou ik hem hier. Kijk, dan doen we bijvoorbeeld deze. Oh, deze doen we links. Kijk. Oké, nu naar jou. Ja, nu kijkt hij naar het plaatje. Oh, nu is hij afgeleid. Nu kijkt hij de hele andere kant op. Hij lacht wel. Kijk hier. En dan hier. En dan nu hier.
Ja. Ja, hè? En dan nu volgen. En dan deze kant. Hier. En dan hier. Ja, kijk dan. Wow. Ja, dus alleen die zwart-wit is voor 0 maanden, ben ik achtergekomen. Wat? Zwart-wit-rood. Ja, je ziet dat echt. Ja, hij ziet het echt. Wow, hij ziet het. Hij geloofde dat niet, hè? Nee, maar kijk, hij is ook helemaal vrolijk in één keer. Ja, ik weet niet of dat daardoor komt of dat hij met scheetjes gelaten heeft. Dat weet ik ook niet, maar hij is wel heel vrolijk in één keer. Ja. Nou, dan pakken we deze even erbij. Kijk eens. Kijk eens hier. Kijk eens hierboven. En kijk eens aan de zijkant. En nu boven. En deze kant. En volg maar. Naar deze kant. Wat? Goed zo! Wow. Ben je een grote man al? Hé, ben je een grote man al? Mwah. Zo, wij zijn echt bofkonten, hè? Wij zijn bofkonten. Mama gaat lekker koken. Ja. Heel erg lekker. Mama gaat lekker koken. Gaan wij lekker knuffelen. Ja? Kom we lekker bij papa op de bank? Nee? Kom we lekker bij papa op de bank? Yeah! Hey, gezondheid. Wij gaan lekker eten hoor, dames en heren. Hey, hallo. Hallo. Eet smakelijk, schatje. Eet smakelijk. Ziet er goed uit. Lekker in een naambroodpizza. Yes. Marvin en ik hebben echt een fantastisch avondje gehad. Want we zijn beneden in de kelder samen met Riven nog even lekker een filmpje gaan kijken. En daarna hebben we allebei een massage van een uur gehad. Mwah, dat was zo ongelooflijk lekker. En nu gaan we lekker naar bedje. Ik heb heerlijk geslapen en het is eindelijk zover. Ja, ja, het is gelukt. Het voederbakje wat we hier zien op het raam is eindelijk gebruikt door de vogels. Eindelijk. Ja, door wie anders? De buurman die in één keer hier aan het sappelen is? Nee, door de vogels. En ik zat hier lekker te chillen met deze kleine man die nu een beetje lawaai aan het maken is. Hé? Hey? Wil je ook even wat zeggen? Zo schattig dit eigenlijk, dit maantje zo. Ja, hij wil even weer zijn plaatjes bekijken, zei die. Oh, wil je je plaatje weer bekijken? Nou, dan hebben we hier het eerste plaatje. Komt die, links. Je moet hem wel eerst even laten scherpstellen. Kijk, links. Je ziet zijn ogen wel een beetje volgen. Maar hij is moe. Kijk, hij valt bijna in slaap. Hij valt bijna in slaap. Ja, hij zit lekker aan zijn speentje. In ieder geval, check eens eventjes deze beelden van het voederbakje waar de vogels gewoon bij zaten. Echt heel erg nice, want we weten ondertussen dat het vogelhuisje in de tuin het doet, daarachter. Maar dat deze het ook ging doen, dat hadden we gehoopt met de nieuwe zaadjes die we erin hebben gedaan. En dat is dus nu uiteindelijk ook gelukt. En ik zat hier heerlijk op de bank dus met Riven. En toen in één keer zei Marvin, er zitten vogeltjes bij, er zitten vogeltjes bij. Dus ik heb snel met mijn telefoon even gefilmd. Staat erop en laten we hopen dat ze gewoon alles helemaal gaan opsmikkelen. We hebben hier de doos weer van Michel, de berendoos met de 10-daagse cadeautjes. Dus laten we er even eentje uithalen. Laten we deze doen. Oeh, tot nu toe elke dag een superleuk cadeautje gekregen van Michel. En wat hebben we hier? We hebben een... een pop tiger. Geniaal. Voor 6 maanden plus. Dus die kunnen we nog even in de kast zetten. Dus dat duurt nog eventjes voordat Riven deze kan gebruiken. Maar wel echt superleuk. Sowieso alles wat rammelt en zo. Helemaal perfect. Dus stop. En ondertussen is Evie even langsgekomen. Want die is de nagels aan het doen van Myron. Want die had best wel een tijdje al struggles. Want jij had met je zwangerschap uiteindelijk ervoor gekozen om niet meer lange nagels te nemen. Ja. Omdat het ook niet handig was voor het verschonen van de luiers en al het priegelwerk en kleertjes, knoopjes. En nu heb je alsnog niet echt hele lange nagels gekozen. Nog kort, maar gewoon verzorgd. Is het nu al final? Nee, bijna. Topcoat. Bijna. Oh, even meteen, bijna, bijna. Nog niet laten zien, is nog niet af. Bijna. Dus nog heel eventjes en dan hier is het kleine laboratorium neergezet en dan is het bijna klaar. Dus straks het eindresultaat. En deze kleine man die doet het echt super goed. Hij is al echt wel veel wakker, dus ik snap wel dat hij nu een klein beetje zijn oogjes dicht aan het knijpen is. Oh, hij valt nu zelfs in slaap.
Af en toe nog even sabbelen. Ja, hij is alweer 3 uur wakker deze ochtend. Om 7 uur of zo begon hij weer geluid te maken. Dus het was een prima nachtje. Niet heel veel slaap, ook niet weinig. Dus is gewoon oké. Straks, over ongeveer een half uurtje, komt John even hier. Want dan gaan we namelijk 2 TikToks maken. Ik heb even nagedacht voor een leuke TikTok. Kleine John, daar heb ik gisteren nog mee gepadeld. En kleine John die heeft een nummer uitgebracht. En dat nummer is zo ongelooflijk nice. En die heeft nu in 2 weken tijd al 2 miljoen plus streams. Echt bizar. En daar kan je een hele leuke TikTok op maken. Dus straks leg ik het idee wel eventjes aan hem uit. Ben ik benieuwd of hij dat leuk vindt. Neem er even eentje op met hem samen. En eentje op met Marvin, Riffen en hem samen. Dus dat wordt wel heel erg leuk. Misschien nog even een potje FIFA doen of zo. We zien het allemaal. Wordt heel erg leuk. En vanavond komt Thijs nog eventjes langs. En vanmiddag moet ik naar de dokter. Want waarschijnlijk moet ik dus geopereerd worden aan mijn pols. Maar ik heb een doorverwijzing nodig van de huisarts. Dus laten we vanmiddag even erheen gaan. En ben ik benieuwd wat hij daarover te zeggen heeft. Kijk, deze kleine man die hebben we even op zijn zij gelegd. Want het is handig dat hij niet te veel op zijn rug ligt. Omdat hij dan een plat achterhoofd krijgt. Dus af en toe even op de zijkant. En wat we dus nu hebben gedaan, omdat hij dus dit heel interessant vindt en kan zien, hebben we dit hier neergezet, zodat hij daar lekker naar kan kijken. En hij, ik moet zeggen, hij is er heel rustig onder. Speentje in. Hallo. Hallo. Dus zo hebben we hem even lekker neergelegd. Hij ligt nu een beetje half op zijn zij, maar hij vindt het wel lekker. Maar dit nestje, ik weet niet hoe lang dit nestje nog meegaat. Want hij wordt echt groot, joh. Dat is niet normaal. En Myron, die is nu klaar met de nagels. Ja. Dus laat maar even zien die mooie nagels van je. Kijk eens even. Het is weer even verzorgd. Het is weer eventjes mooi. Ja. Ziet er goed uit hoor, schat. Heel blij mee. Lekker hoor. Yes! Ik ben helemaal weer het mannetje. Lekker hoor. Hij kijkt er echt naar. Ja. Zo goed van hem. Ja, dat is echt vet om te zien hoor. Ja. Dat had ik echt niet verwacht. Toen jij daarover begon met praten ook. Zo van ja, er is iets van een bordje. Van die plaatjes, die kun je voorhouden. Dat dacht ik echt van, hè? Dat heb ik nog nooit van gehoord. Maar ik moet zeggen, Marvin die doet wel echt heel erg veel onderzoek op internet. Die leest heel veel van die dingetjes. En die deelt al met mij, waardoor ik mijn kennis ook weer verbreed. Hij ligt er nu wel lekker bij, zeg. Dat ding ook in zijn hand, in zijn vuistje. Ja, hij houdt dit heel erg vast, het doekje. Trouwens, we hebben nog wel een ander nestje. Misschien was hij daar binnen. Oh, die je kan tillen. Ja, daar zat ik ook nog aan te denken vanochtend. Serieus. Daar zat ik ook nog aan te denken om die een keer te gebruiken voor als we ergens heen gaan voor onderweg of zo. En het lijkt wel een beetje op een sporttas. Maar daar kan je dus serieus gewoon een baby in leggen. En die is wel langer, denk ik. Ja, ik twijfel nu een beetje. Ja, maar het is ook een speelmat, hè? Ja, je kan hem ook openklikken. Ja. Ja, we kunnen straks wel eens even kijken hoe die hierin gaat liggen. Kijk, want als je deze hier, zo en deze, als je die helemaal los doet, dan is het gewoon een platte grote mat. Ja, dan gaat die gewoon meer open. Ja, dus dat zou ook wel kunnen. Maar leg hem er eens naast zo. Ja, deze is wel groter volgens mij hoor. Mm. Nou, ja, ik denk iets groter, maar ja, het is wel heel erg leuk deze, want je kan hem serieus gewoon hier zo pakken en meenemen. Ja, en ook een ding inklikken en dan heb je een soort schoudertas en dan heb je hem ook zo mee. Ja. Ja, hier kan je dat doen, kan je hem hier inklikken. Nou, lekker hoor, jongen. Je doet wel hartstikke goed. En wat had je nou gelezen? Dat met hoeveel weken slaapt hij een uur of zo? Een uur per dag? Is hij wakker, bedoel ik? Ja, vanaf nu hoort hij eigenlijk, zeg maar, zijn wakkere uurtjes horen tussen de... Nou, dat is gemiddeld bij baby's tussen de 45 en 60 minuten. Wat? Hij is echt soms gewoon 2 uur lang wakker. Dus dan is het zeg maar zo dat als Riff een borstvoeding krijgt, dat hij daarna gewoon ongeveer 3 uurtjes slaapt. En dat hij dan weer voeding wil. En dat hij dan af en toe is misschien een keertje 45 tot 60 minuten wakker blijft. Maar deze man krijgt het voor elkaar om gewoon 3 uur achter elkaar wakker te zijn. Dan borstvoeding te hebben. Dan een uurtje te slapen. Dan weer 2 uur wakker te zijn. Dus hij is best wel veel wakker op een dag. Dat had ik ook echt niet verwacht. Op het begin was hij wel heel veel aan het slapen. Nu is hij veel wakker. En hij geeft vaak niet toe aan zijn slaap. Dat is het ook wel een beetje. Want net zoals nu, kijk. Nu valt hij eigenlijk in slaap. Maar dan toch geeft hij er niet helemaal aan toe. Ook al moet ik zeggen. Maar... Nee, zie je echt. Elke keer geeft hij er net niet aan toe. En dan zit hij weer zo te sabbelen. Deze kleine man die gaat even met me mee. We zetten hem even neer. Zo. Doe ik hem even open. Dit is handig, hè? Kun je zo oppakken en neerzetten. Heel rustig zo. Hoppa. Zo schattig, hè? Papa, kom weer zo bij jou. Hallo. Ja, super. Heel erg bedankt, Willem. Hey, werk ze. Pakketje. Hoi, joh.
Woejoe! Hey kleine man, ga je weer met me mee? Ik dacht dat het de visite was. Maar dat was de visite niet. Zo lief hè, hoe die hierin zit. Hij viel bijna in slaap net. Ik zat echt de hele tijd zat ik dit te doen. Gewoon een beetje zo te schommelen. Oh. Ja, kijk. Ja. Nee, hij vindt het toch te leuk om te kijken. We zitten op dit moment in de kelder beneden. Omdat wij zojuist een TikTok hebben opgenomen. En die TikTok, moet ik zeggen, die is wel heel erg leuk. Ik ben zelf wel even een beetje uit de maat gegaan. Als ik ergens niet goed in ben, dan is het in de maat blijven. Of nummers onthouden. En dan bedoel ik qua songteksten. Ik ben zo knijterslecht. Maar het is dus zo dat kleine John die heeft een nummer. Ik ben liever samen. Niet alleen. En toen dacht ik van, wat kunnen we voor hashtag gebruiken? Ik doe dit liever samen. Ja, ik doe dit liever samen, niet alleen. Jij zei, ik ben liever samen, niet alleen. Nou, dat ook. Ja. Dat is de remix, die komt nog. In ieder geval, ik zei net nog, ik ben niet goed in songteksten. Maar toen dacht ik van, hoe kunnen we een TikTok maken en andere mensen leuke TikToks laten maken? Toen zei ik gisteren al tegen John bij Padel, van wat nou als we op dat nummer van jou doen van liever padellen samen dan alleen. Maar gisteren na padellen, ik was kapot. Dus toen zei ik, laten we morgen afspreken. Dus John is hier nu net gekomen. En toen dacht ik, wat nou als we een potje FIFA klaarzetten. En dat ik als eerste in beeld ben. Trouwens, check dit. Die is gewoon nokkie. Maar wat nou als ik eerst in beeld ben met de controller. En dat ik dan gewoon een beetje mee playback. Zo van, ik doe dit liever samen, niet alleen. En dan gaat de camera heel even naar de tv. En dan weer terug en dan zit John ernaast. En dan zingen we dat nummer samen. Dat is gelukt. En die gaan we nu posten. En ik dacht, dat moment willen jullie vast wel eventjes bij zijn. Dus ik ga nu de TikTok plaatsen. En ondertussen gaan jullie dan die TikTok... Dat nummer dus. En dan kunnen jullie ondertussen... Dat nummer dus. En dan kunnen jullie ondertussen wel even genieten van de TikTok. Dus daar komt ie. Ik doe het liever samen, niet alleen. Weet je wat het is, dames en heren? Ik moet het doen. Ik wil het eigenlijk niet. Maar kijk, John die heeft zijn camera hier neergezet. Die is even aan het vloggen. En ik dacht, dat kan ik ook. En al helemaal op dit mooie moment. Want je boy staat voor met 6-4. 6-4. Holy shit. Wat nou als ik het weer gelijk maak? Als je dat doet... Serieus, dat zou ik echt zo knap vinden. Van 6-4 en het is de 120ste minuut. Ja, dat is niet te doen. Het is klaar. Wat nou als ik 7-4 maak? Echt niet. Wat nou als ik 7-4 maak? Even serieus. Waar is mijn team, jongen? 7-4. 7-4! Holy shit! Oh, wat heerlijk. Met Rashford nog even een 7-4. Kijk wat ik doe. Hier, ik passeer de keeper. Oh! Oh! Oh, wat is dit heerlijk. En weet je wat mooi is? Ik heb 2 keer potjes FIFA tegen jou gedaan. Die op beeld staan, 2 keer gewonnen. Dit is echt fantastisch. Op beeld alleen maar verloren. Ja, je hebt op beeld alleen maar verloren. En je hebt 1 keer van mij gewonnen off camera, maar... Klaar. Pak even mijn Snapchat erbij. Dat was wel echt even gezellig, dames en heren, om samen met John even wat TikToks op te nemen. We hebben uiteindelijk 4 opgenomen. En om even een potje FIFA te doen. En deze kleine man, kijk nou hoe lekker die ligt bij die mega nijn. Is echt heel erg schattig. En hier nog een nijntje, nog een nijntje, nog een nijntje. Ja, super schattig. Hé, ben je net wakker, jongen? Al je vriendjes zijn aanwezig, hè? Ben je net wakker? Heel blij wakker. Oh, grapie. Nou, ik ga er vandoor, schatje. Is goed. Ik ga even naar de dokter. Mijn pols die gaat even gecheckt worden. Ik hoop dat de doorverwijzing meteen lukt. En dat ik dan binnenkort te horen krijg wanneer ik geopereerd word. Ja. Dat hoop ik ook voor jou. Tot zo, schatje. Tot ik heb trouwens een nieuw shirt aan. Super nice. Speciale limited edition Mansory shirt. Die kan je kopen in combinatie met een ticket voor het auto-event. Is echt heel erg nice geworden. Ook de achterkant. Dus ik het zo kan laten zien. Heel erg blij mee. Oké, ik doe mijn schoen aan en dan op naar de dokter. Oké, dames en heren, ik ben alweer buiten. Het was zo ongelooflijk snel. Erin, eruit, klaar. Eigenlijk had de afspraak blijkbaar ook telefonisch gekund. Dat wist ik niet. Maakt niet uit. Superleuk om een huisarts weer even gezien te hebben. Want ik heb echt gewoon een hele aardige, toffe huisarts. En ik ga even de felicitaties meenemen van hem naar Myron toe ook. Dus superleuk om hem even gezien te hebben eigenlijk. Ik heb gewoon een hele chille huisarts. Kan er niks anders van maken. Dus het was helemaal niet erg om er even heen te gaan. Wat er is gebeurd? Ja, de doorverwijzing die is gestuurd van mijn handfysio. Om het maar even zo te noemen.
doorsturen naar de huisarts. En de huisarts moet dan goedkeuring geven dat die doorverwijzing inderdaad gedaan wordt. En daar heb ik goedkeuring voor gekregen. Dus nu word ik doorverwezen naar het Meander ziekenhuis. Dat is in Amersfoort. En dan heb ik daar een afspraak met de chirurg. En dan gaat de chirurg nog een keer kijken naar mijn pols. En die gaat dan kijken of het inderdaad nodig is om te opereren. Of dat er misschien toch een andere optie is om toe te passen voordat er meteen geopereerd wordt. Want een operatie is eigenlijk altijd wel het uiterste. Dat doe je echt als allerlaatste stap. Dus misschien zit er nog een stap tussen wat ik nu heb en opereren. Maar ik stel me er gewoon op in dat ik geopereerd word, want dan valt het altijd mee. En die operatie die schijnt niet de makkelijkste, chillste operatie te zijn. Maar aan de andere kant, ik wil ook niet de rest van mijn leven lang last hebben. En niet meer chill kunnen bankdrukken, niet meer chill kunnen karten, ik zeg maar wat, golven, riffen oppakken met bepaalde bewegingen. Want het gaat echt om die zijbewegingen en dan met kracht en zo. Als ik alleen dit al doe en zo heen en weer, dan doet het al pijn. Het slaat echt nergens op. En ik ben een beetje gewend geraakt aan de pijn. Maar het is wel vervelend. En heel soms word ik er eens wakker van in de nacht. Ja, is gewoon niet leuk. Dus dat moet gewoon weer even normaal worden. Dat krijgt een vervolg. Ik ben in ieder geval blij dat ik even ben geweest. En dan gaan we naar huis. Ik snap weer helemaal niks van het weer.nl. Ongelooflijk. Hoe kan het nou weer de hele dag zo hard regenen en dan nu in één keer dat heerlijke zonnetje. Ik moet wel zeggen, hij is wel echt heerlijk. Het is wel extra genieten nu trouwens, als je zoveel regen hebt gehad en dan in één keer weer zonnetje. Maar wat zie ik hier nou? Wat zie ik hier nou? Hoe mooi is dit? Hoe mooi is dit? Lieve. Oh, dit is zo schattig om te zien. Ga je helpen mij even met koken? En die voetjes die er zo onderuit komen. Ja. Hij moest, ik wou net beginnen met koken en toen lag hij een beetje te huilen. Toen dacht ik, ja, dan moet ik hem de hele tijd op de hand houden. Of ik moet jou bellen, maar ik dacht van, waarschijnlijk wil hij misschien wel drinken. Wow. Dus moeten we even tegen me aanhouden. Nou, nu zit hij alweer een half uur zo. Ja, dat is wel zo. Dat als Riffen op een gegeven moment een beetje gaat huilen of gaat jammeren of wat dan ook. Dan als je hem vasthoudt of tegen je aan, dan is hij vaak bijna meteen stil. Ja. Dus dat is wel heel erg schattig. Wat gaan we eten vanavond? Iets met gehaktballetjes. Oké. Okay. En sperziebonen en noedels. Nou, dat klinkt goed. Mooi hoog. Bijna klaar. Nice. En Milan die kwam ook zo, toch? Ja. Nice. Nou, Milan eet gezellig mee. Bijna ga je deze aandoen. Die vind ik echt heel erg mooi. Ja, die vind ik ook mooi. Ik heb ja. Die schoenen aangehad. Zijn zulke mooie schoentjes. Nee, ik ben helemaal niet buiten geweest. Nee, net voor de container. Nou, dan gaan we straks na het eten even lopen, ja? Ja. Dat lijkt me mooi. Als het zo mooi weer blijft als nu, dan gaan we zeker weten eventjes lopen. En we zijn er bijna, dames en heren. Zien jullie al die kaartjes daar zo? Bijna! Alleen het laatste stukje nog. Zal ik de brievenbus nog even openmaken? Ja, ik denk dat er wel geleverd is inderdaad. Oké, let's go. We gaan even kijken in de brievenbus. Misschien kom ik dan, heel misschien, Milan tegen. Zo, je zou haast gewoon nu in één keer eventjes lekker buiten willen eten of zo. Niet normaal, joh. Komt het in één keer vandaan? Dames en heren. Ja, ja. Het is zover. Oké, het zijn niet allemaal leuke brieven, moet ik zeggen. We hebben 3 blauwe brieven. Maar, oh, dit is van de tandarts. Dat is een betaling. Ook niet leuk. Maar we hebben 1, 2, 3, 4 brieven. 5. We hebben 5 brieven. Ik ben benieuwd hoeveel kaartjes erin zitten. Laten we checken. Ik doe dit liever samen, niet alleen. Samen, niet alleen. Ik doe dit liever samen, niet alleen. Dat nummer gaat zo enorm in je hoofd zitten. Dat is echt niet normaal. Sorry als je hem nu in je hoofd hebt. Misschien tegen de tijd dat dit online komt ben je er wel helemaal klaar mee. Het is een lekker nummertje. Ik kan jullie vertellen, het gerecht wat ik hier voor me heb gekregen is echt weer ongelooflijk. Toen ik op de wc nog zat, dan hoorde ik Milan zeggen, jij presenteert het altijd zo mooi. Ja, dat vond ik ook. Toen zei ze, dan gooi je het er gewoon allemaal op. Ah. Maar dat is al begonnen werk. Dit is het wel heel toevallig mooi neergelegd. Zo. Ja, maar ik roer het nooit door elkaar, maar ik doe gewoon eerst noedels gooien en dan dus dat. Ja, stap voor stap. Dat is precies zoals de chef het zou doen. Kijk, heerlijk. Nou, bon appetit. Eet smakelijk. Hij is een struggle for life, meisje. Hij is echt sterk al, hè? Ja. Kijk eens nou. Hij gaat helemaal heen en weer met zijn hoofd dan. Kijk dan. Dat doet hij helemaal zelf. Dat is bizar, hè? Hé, hey, Riffen, maatje. Hé, hey, Riffen. Ja, zie je, hij voelt dat echt. Hij voelt mijn duim, dus hij denkt dat dat hier. Ja, echt. Hij denkt dat dat drink is. Ja. Ja, nu zuigt hij op zijn duim. Ja, dat shirt is zo. Hij is aan het zuigen op zijn duim. Ja, op zijn eigen duim? Ja, op zijn eigen duim. Je hoort zo. Oh nee, je zoekt wat. Ik heb het niet, man. Dan ben je de verkeerde. Oh, wel lief dit, bro. Ik heb dat niet. Kijk hem dan, kijk hem zo. Dan gaat ze ook elke keer trappelen alsof hij al staat.
Heel gek is dat. Zo, dit is sterk al, joh. Heeft Enzo dat verteld voor die Apgar score, wat ze doen als hij net geboren is? De? Apgar score. Nee, ik weet niet wat dat betekent. Dat is bizar, man. Dan is de baby is geboren en dan gaan ze met hem een soort van... Maak een spel. Hij wordt... Sorry, nu word je vervelend. Ja, is... Een soort grijpmachine. Apgar zijn? Ja, Apgar scoren. Dan is de baby net geboren en dan doen ze een paar testjes. Dus dan doen ze een schrikreflex. Dat is best wel sneu eigenlijk, ziet dat eruit. Dan laat ze hem gewoon heel even vallen. En als dan de baby beide armen omhoog doet, dat is een reflex. Dan nice, gecheckt. Oh. Die is gevinkt, weet je, afgevinkt. En dan zetten ze de baby neer en dan leunen ze de baby een klein beetje naar voren. En bro, geloof het niet, Riven deed 2 stappen. Huh? Hij deed, ja, gewoon, want... De eerste reflex of zo. Ja, en dat zijn dus de reflexen die ze testen. En volgens mij doen ze nog een paar tekstjes testen of gaan ze voelen of zo. En daar komt een bepaalde score uit. Nou, en die score die we dus kregen, die was goed. En nadat hij dus die 2 stapjes zeg maar deed, is hij het vergeten. Dan is het gewoon weg. Dus van nature weet hij het. En dan zeg maar doet hij het 1 keer of weet hij het alleen op het begin en dan is het weg. En dan pas als zijn schedel nu is dichtgegroeid, dan pas weet het lichaam, we kunnen nu gaan lopen. Want als ik val, dan is mijn schedel dicht. Want als hij nu valt op zijn schedel, is het helemaal kapot. Hier zo, dat hier gewoon een gat zit. Nee, ja nu. Nee, iets verder daar. Ja bro. Het is gewoon een kuil. Daarom is het belangrijk om het hoofdje altijd goed te ondersteunen. Als je heel hard in blaast, dan komt die, wordt die groot. Ja, dan blaast het op. Waar heb je zo'n ballenpomp? Ziek hè? Want zijn nek is nog zo slapjes, maar zijn bovenkant van zijn hoofd is dus gewoon, zit nog een soort gat in, zeg maar. Ja, wat gek. Ik wist wel dat zeg maar, dat je vertelde jij natuurlijk bij de geboorte toen het net allemaal was, dat hij dan een beetje zo'n rare vorm heeft, ja. Dat het schedel nog zo zwak is. Maar nu dat er echt gewoon een gat in zit, een gat in je kop, maat, dat lijkt mij wel. Maar hoe geniaal is de natuur dan bedacht dat hij pas gaat lopen als zijn schedel dichtgegroeid is, want anders is het niet veilig om te lopen, want als je dan valt... Ja, ja, dat is wel echt bizar hoor. Ja, dat is inderdaad iets moois. Ja. Dit doet hij dus 's ochtends, precies dit geluid. Oh, dat is fijn. Ja, dit geluid ook zoveel achter elkaar en dan ongeveer 2-3 uurtjes lang elke nachtochtend. Ja, dus van 5 tot 8 of zo. Leuk. Dat is best gezellig hoor. Ja. Miron? Nee, we gaan er wel een maniertje op verzinnen, want nu wil hij wel drinken. Misschien is het toch wel dat hij dan, als je hem heel even aanlegt, dat hij daarna wel weer stil is of zo. Ja, ik weet het ook niet. Weet je wat ik zie? Lekker hè, ook zo tussen zijn ogen daar bij zijn neus. Kijk nou, hij valt bijna meteen al in slaap. Ja, ik zie ineens zag in zijn ogen zo. Ja. Weet je wat ook echt geniaal is? Dat doe ik altijd tijdens het verschonen. Ik ga het even erbij pakken. Dat deed ik altijd niet in de week was of zo. Hé, er ligt hier nog een luier open. Ah, kijk, hier is die. Hé, we hebben deze ook nog niet gegeven volgens mij. Vitamintjes. Kunnen we dat ook eventjes doen? Misschien wil Milan dat wel doen. Heeft hij al vitamintjes gehad? Nee. Nou, dat kan Milan ook misschien wel doen. Hier, oh, kijk. We gaan nu streamen. Check dit. Ik moet weg. Kan je mee kammen? Ja, niet naar achter, gewoon naar voren. Oh, waarom niet naar achter? Ja bro, vind jij dat fijn als ik nu in één keer zo naar achter doe? Nee. Dan word je toch ook zo lekker naar voren zo? Je ziet ook echt, ik kan een scheiding doen. Ja. Hey. Nou lijk je pas op opa. Die heeft ook echt zo'n oud opa kapsel. Ja. Schattig hè? Nou leuk. Ja, en ze doet dit dus oprecht voor het verschonen. Hij gaat even zijn haar. Therese, ook even je haren kammen, jongen. Ah, hij is wel lekker relaxed. Ja, je hoeft het alleen maar op te leggen, hè? Of niet? Ja. Oké, we hebben hier vitamine K, vitamine D. Er moest 1 vitamine D, hè? Mm-hmm. 1 vitamine D. Moet hij wel zo'n speentje uit? Ik weet niet of hij dat leuk gaat vinden. Ja, als jij hem ietsjes naar achter legt, zodat hij gewoon ligt. Kijk. Bijna. Ja, even wegslaan die handen. Even wachten. Doe eens een mondje open. Ja, dat is genoeg. Hoppa. En nu is 2 erbij, zodat hij opzuigt? Of heeft hij het nog binnen? Nu 4 druppels van deze. Oh, ook nog. Oh, ik ben nog niet klaar, maat. Ja, sorry, man. Ja. Ik wil het ook niet, hè. Ik wil al lang weg. Het is nu Milan's schuld. Ja, 1, 2, 3, 4. Ja, hoppa. En nu die speen erin. Ja. Dan sabbelt hij, hè. Oh, paniek. Wat wil je doen? Wil je bellen met de kam? Oh, nee, de kam in je mond. Ja, maar hij trekt aan deze. Ja. Zo, perfect. Hoppa. Goed hoor. Meteen zijn vitamintje weer gehad. Nice. Ja, die kam even voor me vast. Bedankt. Ik denk dat ik hem nou daarvoor ga gebruiken. Zo, ik vind dat wel lijp hoor. Als je in sommige culturen draagt nog alles op hun hoofd. Ja.
Maar dat is ook gewoon jong aangeleerd. En dat ze gewoon alles op hun hoofd kunnen dragen. Ik zag laatst ook iemand met carnaval in Brabant. Die droeg gewoon dat biertje de hele tijd op zijn hoofd. Zo'n grote. Of meerdere biertjes was het. Zo'n stapel biertjes was het. Klopt. Nou, daar moet je echt lang voor trainen hoor, om dat te kunnen. Ja, bizar. Maar dit is een baby de moed of zo. Ja, vitamine D eentje en vitamine K 4. En even kijken, hoe lang moest dat nou ook alweer? Eentje 6 weken zei jij en de andere 3 maanden of zo. Was het wel? Oh ja, voor de eerste 12 weken. Ja, en deze voor 320 dagen. Hoi hoor. Dat is gewoon een jaar. Hoeveel is dus bijna een jaar. Nou, ja. Waarom gaan ze hier weken en dan daar dagen? Ja, gewoon zo verwarrend. Dat is net zoals, hoe oud is je kind? 4 weken nu. Ja, 1 maand. Dat is dagen, want ik snap het niet. 28. Ja, ja, 28, ja. Maar dat vind ik altijd zo gek. Wat zeg je nou, hoeveel jaar, maanden? Ja, dat vind ik ook raar. Want op een gegeven moment, als ze 14 maanden of zo zijn, dan vraag je zo, hoe oud is die? Dan zeg je toch 1. Maar heel veel ouders zeggen dan 14 maanden. En dan denk je, waarom zeg je niet gewoon 1? Ja, 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 het kan. Het ik zou zeggen 60 weken. Ja, het kan allebei of zo, maar... Hoeveel dagen? Wow, dat is wel een goede vraag. 365 plus 40. Ja, ik... Nee, want je hebt 2 maanden, dus dat is 2 keer 30. Oh dus ja, 60. Dus 360 is 420, 425 dagen. Het ligt wel aan welke maand, hè? 425 dagen. Sommige met schrikkeljaar 422. Oké. Okay. Weet ik nog. Kijk eens wie we daar hebben. We hebben dezelfde kleur pet op vandaag, of waar? Ja. Is hier een? Ja, goed bro. Oh, ruik je lekker. Ja, ik wou net zeggen, wat ruikt het lekker hier? Oh. Ja, ik ook lekker. Ja, kom verder bro. Even skip de dozen even. Zo. Gaan we even ruizen, of waar? Ja, een paar pakketjes binnengekregen. Oh, maar goed dat je weer bent bro. Deze kleine man, die ligt er alweer klaar voor. Hallo. Hallo jongen. Zijn luier is net verschoond en we gaan straks naar buiten. Gaan we even lekker een stukje lopen. Daar hebben we expres mee gewacht totdat Thijs er was. Want we dachten al, iemand die het heel erg nice vindt om even lekker buiten in de natuur lekker zo'n boswandeling te maken. Dat is Thijs. En het kan ook niet anders dan deze man een korte broek aan heeft. Ik wist het. Of kort. Enzo heeft ook elke dag een korte broek aan. Ik wou net zeggen, zeg het even tegen Thijs. Oh, maar dan kom ik en dan heeft hij me ineens niet meer aan. Of nee. Durft hij niet meer. Afgelopen dagen, elke dag met regen, ik was daar met korte broek. Fijn, en t-shirt. Hè? Ja. Dat is droom. Ook al was het al een beetje warm, maar het is benauwd. En we gingen wandelen en het regende. En waar ging ik mee naar buiten? Korte broek. Ja. Want deed me niks. Hey, gefeliciteerd jongen, welkom. En Mandy had een paraplu, Marjan had een paraplu, ik. Jij niks. Niks. Dat doet mij dan niks. Dan ben je groot jongen, dat zei ik heel erg. Ja hè. Ben je echt groot, serieus. Ja, en zelfs 2 keer werd gevraagd, wil je een paraplu? Zei ik nee. Ja? Maar dan ben je echt een groot. Snap je wel? Toen kwam je thuis, zei je wel even nieuwe kleding. Zei ook gewoon nee hè. Nee, zei ik nee. Hield daar gewoon aan. Dus ik zei, weet je, ik blijf wel buiten zitten, gewoon wachten. Heb ik nog een uur gezeten? Nee, ik krijg nog een antwoord. Oh, niet normaal. Oké, okay, Enzo, ik heb je foto's gedaan. Ja. En hoeveel Marjan eigenlijk? Oké. Okay. Oké, okay, dus eigenlijk... En Riven dan? Ja, eigenlijk ook Riven. Oh, oké. Oké, ik zou dus eigenlijk tijdje terug de vlog overnemen. Ik heb het geprobeerd, het ging helemaal goed. Maar ik had dus geregeld voor de vlog. En dat wil ik eigenlijk nog wel laten zien, weet je wel. Het is te mooi om niet te laten zien. Nee. Is het een videoboodschap of zo? Ja. Ja, zegt hij. Oh, heb je een videoboodschap van iemand gekocht? Ja. Nee. Oh. Hoe gaan we dit doen? Zal ik jullie filmen? Ja, jou is goed. Filmen? Ja? Is goed. Zal ik naast Marjan zitten? Dank je. Thijs ineens met de videoboodschap. Ja, hij staat even met zijn laptop. Hey, what? Ja. Wow, dat is wel next level, bro. Ik wou dus natuurlijk eindelijk iets vertellen over mijn werk. Dus ik zei, ik stuurde hem een appje. Ik zei, kan je even voor mij iets fixen? Wow, yo. Wow, dat is geen... Hij heeft dat gewoon gedaan. Enzo, what's up, bro? Your boy K to the S to the I. I just want to congratulate you and your girlfriend Myron for, you know, producing this child called Riven. Riven Ken? What a name. Riven Ken. But yeah, basically it's all downhill from here. You gotta get ready to change the nappy all the time. Get used to your kid puking on you. Pooing on you. Yeah, it's gonna be bad, but honestly, it's gonna be a great time and I'm sure you're gonna be a great father. Great parents, and keep on doing the daily vlogging. I heard you've been smashing it, so keep it up. And shout out Tice, obviously he let me know, he put me on to you. So man, keep doing you. Genial. Enjoy being a dad.
And I'll see you in a bit, bro. Take care and peace. Yo, what the... Van ken je zij hem zelf? Ja, natuurlijk. Mooi, joh. Ja, dat vind ik keihard. We hebben er zo vaak over gehad. Dus ik denk, het is alleen perfect om even die werelden. Mooi, joh. Het is echt een glitch om jouw naam te horen zeggen. Normaal. Oh, vooral omdat hij zei Riven Ken. Ja, yeah. What a name. What a name. Ken je niet, hè? Nee. Nederland OG. Wow, dat is wel echt... Wow, dit is wel echt sick. Die zag ik echt niet aankomen, man. Dat dacht ik al, ja. What? Ja, ik moest hem even laten zien. Zo zonder dat ik die niet zou laten zien. Wow, echt vet. Wow, dat vind ik echt lief. Dankjewel. Alsjeblieft. Wow, dat vind ik echt harde video. KSI himself. Wow, dat is wel gek, man. Dat is gek, hè? Wow, dat is echt raar, ja. Ja, dat betekent dat hij dus echt gecheckt heeft waarschijnlijk ook op je YouTube-kanaal. Van wie is deze guy? Hij is nou geabonneerd, schijnbaar. Keihard. Oei. Ja, ik had Thijs gevraagd om een vlog over te nemen. En Thijs die had wat dingetjes geprobeerd hier en daar. En ik zei sowieso al geen druk, voel je niet verplicht. Ik vraag het, je mag ja zeggen, je mag nee zeggen. Thijs zei, ik ga het proberen. Maar als ik het niet voel, dan doe ik het liever niet. Want ja, zo ben ik. Ik wil wel gewoon achter mijn dingen staan die ik doe. Dus Thijs die had gezegd van, joh, ik kom er gewoon helemaal niet uit. Het is niet mijn ding. En nu komt hij met de videoboodschap. Hey, goed makertje, jongen. Let's go. Dat is wel echt hard. Dat is wel echt hard. Ja, want Thijs, ik gaf als Thijs als tip van misschien kan je laten zien en vertellen aan mensen wat je precies doet. Thumbnails maken, jouw werk, hoe het eruit ziet. En Thijs die werkt al zo lang voor KSI en andere mensen van Sidemen. Dus vandaar dat KSI er nu bij betrokken wordt. Dus dat is wel echt keihard. Dat is super lief, man. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Dat zag ik echt niet aankomen. Nee, dat dacht ik al, ja. Hoi, joh. Hey, weet je wel wie jouw naam heeft gezegd net? Hij kijkt ook zo van, what? Ja, super nice. Oké, Maya, rocking the new shoes? Ja. Let's go. Ik zei nog, wanneer ga je die aandoen? Nu. Mag eigenlijk niet, hè? Ach, Nike, Adidas, boeien. Boeit mij ook niet, hoor. Oké. Maar mag eigenlijk niet. Oké, laten we riffen op de kinderwagen onder... De auto. Ja, die gaan we pakken. En dan klikken we hem erop. En dan gaan we even lekker een rondje lopen. We hebben met deze kleine man gelopen. En normaal gesproken zijn we de straat nog niet uit. Boom, meteen weg. Nu een half uur lang. Alleen maar dit. Alleen maar dit. Een half uur lang. Hij zit alleen maar te kijken. Maar ik heb echt het idee dat hij veel meer dingen begint te beseffen hoor, om zich heen. En dat hij daarom nu gewoon zichzelf helemaal moe maakt. Omdat hij denkt van wow, dit is zo mooi om te zien allemaal. Nou, dat was wel echt een vibe, man. Zo, dames en heren. We hebben nog een heerlijk chill avondje gehad. En ik snap er helemaal niks van. Maar sinds dat wij dus buiten zijn geweest. En dat was ongeveer om 8 uur vanavond of zo. Is hij wakker. En het is nu 11 uur in de avond. En hij is nog steeds wakker. Moet je hem nou zien dan? Dat is niet te geloven. Jij gaat maar niet slapen, hè. Ga je papa en mama goede nachtrust geven? Hé? Hey? Ik hoop het wel. Ik ben heel erg benieuwd. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace!